Mijn naam is Fleur Agema. Ik ben Kamerlid voor de PVV en woordvoerder ouderenzorg. En mij is gevraagd om een bericht in te spreken voor de actie Hart onder de Riem van de AMBO. Een bericht aan ouderen die alleen thuis zijn. En ik geef graag gehoor aan deze oproep. Ik weet dat er een heleboel ouderen zijn die alleen thuis zijn en zich laten helpen. Die bijvoorbeeld de boodschappen laten brengen door kinderen, familie, buren. Maar ik weet ook dat er een hoop ouderen zijn die die hulp niet accepteren. Omdat ze zich misschien te veel voelen. Omdat ze anderen niet tot last willen zijn. Maar ik doe het klemmende oproep aan hen om toch echt thuis te blijven. Accepteer die hulp. En ook als u niemand meer heeft, zijn heel veel mensen die u graag zouden willen helpen. Want we moeten met z'n allen proberen door thuis te blijven ervoor te zorgen dat onze ziekenhuizen niet vollopen. Dat de situatie niet ontstaat dat mensen die gered zouden kunnen worden, dat er geen plek meer is voor hen. Daarom nogmaals mijn beroep. Bent u ouder? Bent u ziek? Heeft u onderliggende klachten? Suikerziekte? Hartfalen? Longklachten? Blijf dan thuis. Laat u helpen. Sla de hulp niet af. Dit was mijn bericht voor de actie Hart onder de Riem van de AMBO.